De CARICOM Reparatiecommissie, CRC, wil in dialoog treden met de Nederlandse overheid over de vervolgstappen in de excuses voor het slavernijverleden. De CRC heeft in 2018 een 10-puntenplan samengesteld voor reparaties en wil hiermee samen met de Nederlandse overheid nagaan hoe er gewerkt kan worden aan wederzijdse tevredenheid. CRC-voorzitter Hilary Beckles die zegt dat reparatie voor de regio de implementatie van een ontwikkelingsplan nastreeft. Dat de koloniale troep probeert op te ruimen die in het Caribisch gebied is nagelaten bij de afschaffing van de slavernij. Tijdens een gisteren gehouden online persmoment wees Beckles er ook op dat reparatie ervoor moet zorgen dat de regio beter gepositioneerd wordt in de wereldeconomie. The depth of poverty, illiteracy, ill health, and all of the social and economic consequences of colonization have remained at the center of the Caribbean experience. We believe that a dialogue of this nature can be the basis on which those states that have extracted wealth for hundreds of years from the Caribbean region can now participate in the development strategy and the development model that this region and its victim communities are entitled to. Armand Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, zei op deze online bijeenkomst dat de excuses voor het slavernijverleden heel onverwachts kwamen, omdat het meer een resultaat was van een eenzijdige benadering dan van een proces van dialoog. De verantwoordelijkheid voor herstel van de Nederlandse overheid ontbrak maandag tijdens de excuses van de Nederlandse premier Mark Rutte, zegt Sunder, die erin gelooft dat dit zal worden meegenomen in de volgende fase. We were content of the fact that the Dutch prime minister, that he mentioned that after his statement, a process of dialogue will start. And from the perspective of the Surinamese Reparations Commission, we expect that the King of the Netherlands, that on the 1st of July next year, which commemorates 150 years of ending of slavery in Suriname, that he travels to Suriname and give an apology as the symbolic representative of the Dutch people. Sunder geeft aan dat de gesprekken met de Nederlandse overheid in januari zullen beginnen. Daarbij zal de focus van zijn commissie gebaseerd zijn op het 10-puntenplan voor reparatie. Ook benadrukt de Sunder dat wanneer er gesproken wordt over reparatie, er gedacht moet worden aan het verbeteren van de positie van de jeugd.